Je luistert naar een podcast in de serie Compliance Adviseert, waarin deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. Financiële instellingen zijn er om bedrijven en particulieren financiële producten en diensten te bieden. Zolang transacties feilloos verlopen en alle betrokkenen zich netjes gedragen, gaat alles goed. Zijn klanten tevreden en kan de instelling verdienen aan de producten en diensten die ze bieden. De economie groeit, iedereen is blij. Maar als we goed kijken naar de praktijk, dan zou iedereen moeten bekennen dat er wel eens dingen flink misgaan. Het is misschien niet heel leuk en lijkt in eerste instantie weinig op te leveren, maar het is wel verstandig om ook na te denken over wat er mis kan gaan. Toezichthouders denken daar in ieder geval wel zo over. Met Evelyn Bell, bijna 6 jaar werkzaam bij KPMG op dit moment als Senior Manager Integrity and Compliance en tevens bestuurslid van de Nederlandse chapter van ACAMS, vertelt in deze podcast over de systematische integriteitsrisicoanalyse. Kortweg de SIRA. Welkom Evelyn en dank dat je tijd hebt kunnen maken voor een bijdrage aan deze podcast. Ja, bedankt voor de uitnodiging Erik. Leuk om hier te zijn. Kun je om te beginnen kort iets over jezelf en je achtergrond vertellen? Ja, ik ben Evelyn Bell. Zoals je al zei, ben ik op dit moment werkzaam bij KPMG. Als achtergrond, ik ben eigenlijk begonnen met werk bij een advocatenkantoor. Heb ik zelf criminologie en rechten gestudeerd. En binnen KPMG eigenlijk snel mij ontwikkeld op het vakgebied van anti-money laundering. Want dat heeft ook wel een sterke component met wet en regelgeving. Dus ik hou me vooral bezig met adviesdienstverlening aan klanten in de financiële sector. Op het gebied van anti-witwassen, compliance en de SIRA. Wat houdt je rol precies in als Senior Manager Integrity and Compliance? Wat doe je dan zo dagelijks? Nou ja, het hangt eigenlijk heel erg af van de vraag van de klant. Op dit moment ben ik opdrachtmanager bij verschillende opdrachten. Onder andere bij een bank help ik met het valideren van een AML, Anti-Money Laundering Verbeterprogramma. Ik doe audits onder de wet toezicht trustkantoren voor verschillende trustkantoren. Maar ik ondersteun ook auditteams van KPMG met het in kaart brengen van het risico op witwassen. En daarnaast ondersteun ik verschillende instellingen bij het opstellen of reviewen van hun SIRA. Ja, hoeveel ervaring heb je daarmee? Kun je daar iets over vertellen? Ja, eigenlijk vanaf het begin dat ik bij KPMG werk, was mijn eerste opdracht al gelijk om een SIRA in kaart te brengen. Wij deden dat op dat moment met Excel, wat ook veel van onze klanten doen. We dachten dat moet eigenlijk digitaler, want het is vaak een heel omvangrijk document. Dus binnen KPMG hebben wij toen een tool ontwikkeld, de SIRA Manager Tool, die eigenlijk dit proces digitaliseert. Dus zowel binnen KPMG als op klantopdrachten heb ik me eigenlijk bezig gehouden met de ontwikkeling van de SIRA. Ja, dat doet wel recht aan het woord systematisch, want je kan het zodanig programmeren dat het stap voor stap uit te voeren valt. Precies, okay. Ja. Kun je in het kort nou eigenlijk vertellen wat de SIRA inhoudt? We gaan er straks uiteraard meer op detail op in, maar wat is het op hoofdlijn eigenlijk? Ja, nou de SIRA, het woord zegt het eigenlijk al, het is een systematische analyse van integriteitsrisico's. Dus de bedoeling is dat je aan de hand van de SIRA op een gestructureerde manier de integriteitsrisico's die jij als instelling loopt in kaart brengt. En dit moet wel gerelateerd zijn aan echte actuele risico's van jouw instelling. Dus ook gebaseerd zijn op kenmerken van jouw instelling. Ja, dus de Nederlandse Bank schrijft bijvoorbeeld niet voor je moet rekening houden met deze scenario's. Dat moet je ook zelf bedenken in de SIRA. De scenario's moet je zelf bedenken, maar de Nederlandse Bank die geeft wel aan welke integriteitsrisico's je zou kunnen meenemen in de SIRA. Dus bijvoorbeeld, je moet daar in kaart brengen het risico op witwassen, op terrorismefinanciering, op overtreding van sanctiewet en regelgeving, het risico op corruptie, belangenverstrengeling, het risico op cybercrime, interne en externe fraude, marktmanipulatie, belastingontduiking en ontwijking en maatschappelijke onbetamelijkheid. Okay. Dus dat is eigenlijk wat zij in hun leidraad zeggen van dit zijn voorbeelden van, nou ik noem het dan integriteitsrisicocategorieën, want alleen het woord witwassen is nog niet je risicoscenario uiteraard. Maar je kan zelf, en dat zien we ook steeds vaker, ook daar categorieën aan toevoegen. Dus toen met het GDPR,
de... General Data Protection Regulation, ja. Sorry. Precies. Ja, dankjewel. Ja. Dank je. Dan zien we ook steeds vaker dit risico terugkomen in de SIRA. Dus schending van privacywet en regelgeving. Of nu met de ESG Regulation zie je eigenlijk steeds meer risicoscenario's op dit onderwerp terugkomen. Is dat een vereiste van DNB dat die daar nu ook aan de SIRA wordt toegevoegd? Of is dat een eigen keuze van de instelling? Ik heb dat nog niet zien terugkomen als een vereiste. Dus het is in die zin een keuze van de instelling. Maar als je echt de SIRA goed gebruikt, dan is het ook echt een hulpmiddel om risico's effectief te beheersen. En als dit een actueel risico is, wat het volgens mij op dit moment is, dan kan je uiteindelijk je voordeel ermee doen om dit wel mee te nemen. Ja, dus de systematiek is breder toepasbaar dan alleen voor integriteitsrisico's. Precies. We hebben al iets gezegd over het belang van de SIRA, maar kun je daar nog iets verder op ingaan? Als je grip hebt eigenlijk op de integriteitsrisico's die je loopt, dan kan je daarop anticiperen. Dus als jij al weet van, hey, dit zijn mogelijke risico's, dan heb je al nagedacht over welke maatregelen je kan nemen als het risico zich voordoet. Dus op het moment dat het risico zich daadwerkelijk voordoet, dan heb je die maatregelen al paraat. En ook als je jouw risico's in kaart hebt, dan kan je kijken van, hey, vind ik die acceptabel of wil ik die verder beheersen? En op het moment dat je die verder wil beheersen, ja, dan kan dat ook weer inzicht geven in de inzet van mensen en middelen. Dus je kan op het moment dat je je risico's in kaart hebt en hebt bedacht wat jij wel en niet acceptabel vindt als instelling, dus eigenlijk wat jouw risk appetite is, dan kan je daar efficiënt jouw mensen op inzetten. Ja, je moet dus eigenlijk wel eerst al je nagedacht hebben over je risk appetite, of doe je dat aan de hand van de SIRA? Het is goed om eerst alvast nagedacht te hebben over risk appetite. Want ook het risico als je er helemaal niet over hebt nagedacht, is dat je eigenlijk zegt wat je acceptabel vindt op basis van wat je ziet. Dus het is natuurlijk heel goed als je echt zelf nadenkt van, wat wil ik nu eigenlijk? Welke richting wil ik op? Het gebeurt natuurlijk wel vaak als je voor het eerst de SIRA-proces helemaal doorloopt, dat je ook erachter komt dat je misschien risico's hebt waar je bij het opstellen van jouw risk appetite nog niet over hebt nagedacht. En dan kan je ook je risk appetite wat bijstellen. Ook kan het zo zijn dat je strategie wijzigt of dat je een nieuw businessmodel, nieuwe markten aanboort. Ja, dat zal wijzigingen met zich meebrengen voor je risk appetite. Bij klanten van KPMG merk je dat ze de risk appetite dan al goed geformuleerd hebben? Of is dat ook vaak wel op het moment dat je over de SIRA begint iets waar je voor de risk appetite ook nog wel met ze na moet gaan denken samen? Het verschilt heel erg per instelling. Wat ik zie is dat het vaak wel wat concreter kan. Dus wat betekent nou, als je zegt van, ik heb geen appetite of een low appetite voor integriteitsrisico's. Ja, wat betekent een low appetite voor jou? Ja. Hoeveel klanten wil je dan maximaal in jouw hoogrisicocategorie? En hoe ga je dat monitoren of monitor je dat? Dus er moet wel, de woorden die je gebruikt, die moeten wat substantie hebben. Wat voor soort formulering kom je dan uit, normaal gesproken? Nou, je kan een gedetailleerde opgave hebben eigenlijk per integriteitsrisico. Dus als je witwassen hebt, dan kan je zeggen van, hè, wat voor type klanten je acceptabel vindt. In welke industrie mogen die dan zitten? Hè? En je hebt vaak een categorie die je helemaal uitsluit. Maar wat is dan hoog risico? En van die hoogrisico klanten, ja, dan kan je gaan monitoren. Je kan zeggen, ik wil maximaal zoveel klanten in deze sectoren. Of ik wil maximaal zoveel PEPs. En op het moment dat dan verschuivingen plaatsvinden in jouw klantenbestand, ja, dan kan je daarop acteren. Ik heb ook gehoord dat er instellingen zijn die zover gaan om echt een financiële berekening te maken van die risico's. Dus die zeggen, twee incidenten kost ons een ton of zo, ik noem maar wat. En daar ligt voor ons de grens. Meer willen we financieel niet lopen. Komt jou dat uit de praktijk bekend voor of is dat niet hanteerbaar? Je stelt vaak een risk matrix op. Dus eigenlijk zeg je van, likelihood maal impact. En dan omschrijf je van, ja, wat betekent nou voor jou heel waarschijnlijk en wat betekent voor jou impact? En dan kan je zeggen van, nou, impact betekent voor mij zoveel financiële schade. Impact kan je op verschillende assen in kaart brengen. Je kan een negatief nieuws is een factor die impact kan hebben. Dus dat brengt reputatieschade met zich mee. Maar je kan ook zeggen, max dit bedrag aan boetes. Ja, ja. Ja, maar het is wel handig om een beetje een schaal te hebben waarop je scoort, zeg maar, dan die risico's. Ja, die je acceptabel het is wel de bedoeling vindt. Dat je alle risico's, ook de niet acceptabele risico's, dus alle risico's die je hebt geïdentificeerd in de SIRA, die scoor je op likelihood en impact. Voor een goede SIRA heb je ook een goede risk appetite nodig, anders kom je niet heel veel verder, denk ik, of wel. We hebben het nog niet gehad over de wettelijke basis van de SIRA. Kun je daar iets over vertellen? Nou, de wettelijke basis hangt heel erg af van het type instelling. In ieder geval voor banken, verzekeraars, betaalinstellingen
elektronische geldinstellingen, wisselinstellingen. Nou, daar ligt de eis om een sieraad te hebben in artikel 10 van het besluit prudentiële regels. Daarnaast zijn er nog andere wetten die een vergelijkbare eis hebben voor trustkantoren in de wet toezicht trustkantoren, maar ook voor pensioenfondsen en beleggingsinstellingen. We hebben het zojuist gehad over de verhouding tussen de risk appetite en de SIRA. Maar hoe verhoudt de SIRA zich tot beleid, procedures? Ja, dus eigenlijk zou de SIRA input moeten vormen voor jouw beleid. Je hebt eigenlijk het hele SIRA-proces doorlopen. Dan heb je vastgesteld van welke risico's je loopt, welke je acceptabel vindt en waar je nog aanvullende maatregelen zou moeten treffen. Maar die resultaten van de SIRA, die moeten ook hun weerslag vinden in het beleid en de procedures van de instelling. Als jij een bepaald anti-witwasbeleid hebt, dan zou je daarin ook terug verwachten dat jij een klantacceptatie doet. Die is dan specifiek aan het type klanten. En als jij je organisatieschets van de SIRA al hebt opgesteld, dan heb je eerst al jouw type klanten daar in kaart gebracht. Maar nog belangrijker eigenlijk in dit opzicht is ook voor transactiemonitoring. Dus jouw transactiemonitoring business rules, die zouden gebaseerd moeten zijn op de risico's die je in de SIRA hebt geïdentificeerd. Dus eigenlijk voor de verschillende beheersmaatregelen die bestaan binnen de instelling is natuurlijk leidend welke risico's je hebt geïdentificeerd. Als je bij een financiële instelling een SIRA doet vanuit KPMG, bemoei jij je dan ook, als je je met de SIRA bemoeit, ook met de rules dan? Begrijp ik dat goed? Dat je dat één op één door moet gaan vertalen? Nou, dat hangt heel erg van de klantvraag af. Dus ik doe waarvoor we de opdracht eigenlijk in principe hebben gekregen. Soms is het van, we willen een validatie op de SIRA. Maar als de klantvraag specifiek is van, hey, wil je eens kijken of mijn business rules voor transactiemonitoring juist zijn, dan zullen we altijd de SIRA opvragen. Nou, oké, begrijpelijk. Maar laat ik hem anders formuleren. Dan loop je er wel eens tegenaan dat als een klant zegt, ik wil alleen een validatie van de SIRA, dat je dan niet de mogelijkheid hebt om ook naar de rules te kijken en in hoeverre de SIRA goed verder vertaald is naar beleid en rules. In principe is dat zo breed. Dat zou enorm omvangrijk zijn. Omdat juist de SIRA het startpunt is. Het kan het startpunt zijn voor jouw trainingsprogramma binnen de instelling. Kan het startpunt zijn voor je compliance monitoring programma. Ja, dus het kan zijn dat KPMG wel klaar is met het uitvoeren van de SIRA. Maar de instelling zelf zal daar nog verder invulling aan moeten geven in de dagelijkse praktijk. Precies. En als het andersom is, dus als een instelling zou vragen van, goh, wil je meekijken op ons trainingsprogramma? Wil je meekijken op ons compliance monitoring programma? Zullen we altijd vragen, kan je de SIRA dan laten zien om te kijken van, is dat trainingsprogramma specifiek genoeg en is het gebaseerd op de risico's van die instelling? Niet als de vraag is om naar de SIRA te kijken, zullen we niet zonder meer de rest erbij pakken. Ja. Nou, we hebben het gehad over de context van de SIRA nu en het belang en waar komt die vandaan en dergelijke. Maar wat is het eigenlijk nou precies en hoe doe je het in de praktijk? Om te beginnen, wiens rol binnen de organisatie is het, vind jij, om een SIRA op te stellen? Jullie worden er wel eens voor ingehuurd, maar met wie werk je dan het meest samen in zo'n organisatie? Meestal worden we niet ingehuurd om die hele SIRA op te stellen, omdat dat ook echt iets is van de organisatie zelf. Okay. En wij kunnen ook niet voor een instelling een SIRA kant-en-klaar aanleveren. Okay. Juist omdat de eis vanuit de wetgever is dat het specifiek moet zijn voor die instelling. Dus degene die daar werkt, en dat is ook de reden om nu het antwoord te geven op jouw vraag van de eerste lijn, is verantwoordelijk voor het identificeren van de risico's, want die ziet ze en die komt daarmee in aanraking. En dat kan een externe niet doen. Dus wat wij kunnen doen, is we kunnen workshops geven om te challengen en te faciliteren dat de eigenaar van de risico's die specifiek zijn gelinkt aan zijn of haar werkzaamheden en de klanten die de instelling bedient in kaart kan brengen of misschien wat helderder kan formuleren. Is het eenvoudig om de juiste eigenaar van die risico's te identificeren in de organisatie? De eigenaar. Zijn die altijd al goed beschreven en aangewezen in een organisatie? Nou, dat zou je eigenlijk in de methodologie van de SIRA verwachten. Van wie is nou de eigenaar van welke risico's? Mm-hmm. Het is ook altijd goed om een risico-eigenaar aan te wijzen eigenlijk voor de specifieke risico's. Die kan je dan aanwijzen naast een control owner, dus een eigenaar van de beheersmaatregelen. En als je dat doet, dan kunnen die twee elkaar ook scherp houden. Dus eigenaar van de risico is verantwoordelijk voor het risico en die kan de control owner dan aanspreken van, hey, het lijkt mij dat je er bijna niet aan ontkomt om daar ook mee te beginnen als je een SIRA gaat opstellen. Of
Ja, als je een SIRA opstelt, is het inderdaad van belang om in kaart te brengen van, nou, wie moet hier nu bij betrokken zijn? Dus ja. Voordat je dat doet, dan ga je kijken van, ja, helemaal als je een grote instelling met verschillende branches hebt, die ook een SIRA moeten uitvoeren of daarbij horen, dan ga je eerst in kaart brengen, wie zijn dat allemaal? En als je verschillende business lines hebt, dan, ja, daar doen zich hele andere risico's voor. Dus belangrijk is om eerst in kaart te brengen van, wie moet er daar meedoen aan die SIRA-workshops? Ja, oké, maar als ik dan even in rollen denk, we hebben gezegd, je moet in ieder geval input krijgen van de eigenaar van het risico en van de controls. Maar wie maakt die SIRA nou eigenlijk zelf? Want dat is meestal niet zelf die persoon, die risico-eigenaar, toch? Is het een gewoon een general manager die dit moet doen? Of is het een product owner? Nou, of? Ik zou zeggen binnen de eerste lijn. Dus de business moeten doen. Sowieso want, iemand uit de business. Precies. Okay. Zij zijn de eigenaar van het risico. Zij kunnen dat identificeren. De rol van compliance, dus de tweede lijn, is om het hele proces te faciliteren. Okay. Wat je vaak ziet, is dat het toch een feestje van risk management of compliance is. Dus dat zij dat echt heel erg trekken. En dat de business het meer ziet. Ja, die kan het nog wel eens zien als een last, die SIRA. Ja, terwijl als je het goed uitvoert, is het juist een hele handige tool en methode om je mensen en middelen daar richting aan te geven. Sommige organisaties slagen er niet echt in om de SIRA meer een dagelijks onderdeel van hun werk te maken. Het lijkt soms alsof het een beetje buiten de realiteit staat. Zo van, ja, dit moeten we erbij doen. Terwijl het hoort eigenlijk gewoon in je dagelijks werk een belangrijke rol te spelen, lijkt mij, of niet, voor dit soort organisaties. Ja, ja, klopt. En daarom is ook wel echt commitment vanuit het bestuur heel belangrijk. Dus dat er ook echt tijd voor wordt vrijgemaakt. Want ja, je kent misschien de realiteit van het werk. Het is gewoon druk en er zijn ook andere activiteiten die gedaan moeten worden. Ja. Ja, er moet voldoende tijd zijn om de risico's te identificeren, maar ook voldoende voorbereiding. Dat ook mensen weten van, hey, waar gaan we het nu? Ik begin een beetje te begrijpen waarom het wettelijk afgedwongen moet worden, het maken van die SIRA. Ja. De meeste bestaande instellingen hebben natuurlijk een langere tijd een SIRA. Maar we gaan even uit van een organisatie die nog geen SIRA heeft. Waar begin je als je een SIRA gaat opstellen? Nou, je begint eigenlijk met het maken van een organisatieschets. Dit omvat alle business lines, dus alle bedrijfsonderdelen, alle dochterondernemingen. Dus je kijkt van, nou, wie horen erbij? Hoe zit mijn instelling in elkaar? En vervolgens kan je weer kijken op afdelingsniveau. Dus welke afdeling heb je? Wat zijn nou de mensen die daarbij zouden moeten zijn? Daarnaast breng je de data van je organisatie in kaart. Dus waar zijn jouw klanten actief? Om hoeveel klanten gaat het? In welke risico categorie vallen zij, welke producten en diensten bied je aan, via welke leveringskanalen komen zij binnen. Al die factoren, ja, daar wil je eigenlijk inzicht in hebben, zodat je, als je risicoscenario's gaat identificeren, dat deze ook specifiek zijn. Komt het wel eens voor in de praktijk dat je de SIRA ook splitst? Dat je niet een SIRA voor de hele organisatie maakt, maar dat je dat doet voor afdelingen of bedrijfstakken binnen een hele grote organisatie? Meestal rolt het wel op in één SIRA. Dus wat ik heb gezien is dat je toch die verschillende onderdelen. Kijk, ze kunnen op een ander moment in tijd het doen. Helemaal als jouw groep van SIRA facilitators wat beperkt is, dan doe je die assessments na elkaar. Ja. Maar uiteindelijk zal er voor de SIRA voor dat jaar één einddatum zijn waarin al die bedrijfsonderdelen terugkomen. Oké. Okay. Je zegt trouwens jaar. Dat brengt mij meteen al bij de vraag, moet je hem nou jaarlijks of continu bijhouden? In ieder geval is jaarlijks wel verwacht, maar je kan het ook op een event-driven basis doen. Dus op het moment dat zich een incident voordoet, dat je denkt van, hey, dit behoeft wel aandacht in de SIRA. Als er een wijziging optreedt in wet en regelgeving, dat kunnen redenen zijn om de SIRA eigenlijk aan te passen. Ja, als je het op die manier doet, zou je het wel bijna doorlopend moeten bijhouden dus. Ja, in die zin wel. Je kan zelf natuurlijk de afweging maken van, hey, dit event vind ik niet materieel en dit pakken we op bij de volgende periodic review. Ja. Maar je kan een proces voor inrichten. Kijk, en op het moment dat die SIRA meer data gedreven wordt, dan kan je zeggen van, op basis van die verschuivingen in jouw klantpopulatie, om maar een voorbeeld te noemen, kan je zeggen van, hey, nu gaan we een nieuw SIRA-proces starten. Of als je een nieuw product of een nieuwe markt aanboort. Om een scenario aan te vullen of te wijzigen bijvoorbeeld. En dan weer te kijken naar, kun je nog iets vertellen over de voorbereiding? Voordat we, en dan gaan we straks in op welke stappen je nou precies moet uitvoeren. Maar eerst nog even de voorbereiding van zo'n proces.
tot het tot stand komen brengen van een SIRA? Zoals ik net al even besprak, is inzicht in data heel belangrijk. Wat ook belangrijk is, is dat je een methode hebt. Dus dat je eigenlijk hebt vastgesteld van hoe ga ik nu die SIRA uitvoeren? Dus welke waarden hanteer ik voor de likelihood en de impact? Want ja, ook als je ieder jaar dezelfde methode gebruikt, dan wordt je SIRA ook jaar over jaar vergelijkbaar. En in zo'n methode zou je ook kunnen zeggen van wie waarvoor verantwoordelijk is. Op basis van de leidraad van de Nederlandse Bank zou je niet kunnen zeggen dat is mijn methode. Je moet er zelf nog wel iets aan toevoegen, de manier waarop je het zelf wil benaderen. Nou, ik zou wel verwachten dat je zelf ook vastlegt in een beleidsdocument wat je methode is. Dus ja, een soort policy, kan je SIRA policy kan je het noemen, waarin je zegt met welke frequentie je de SIRA zal updaten, welke event triggers er zijn, welke waarden je dus aan likelihood en impact hangt, hoe je de effectiviteit van beheersmaatregelen toetst, wie waarvoor verantwoordelijk is en op welk moment. Ja, dat leg je in een apart beleidsdocument vast. Precies. Nu heb je al een aantal zaken genoemd, onderdelen van de SIRA. Kun je ons kort door alle stappen die je uitvoert in een SIRA doornemen? Ja, dus eigenlijk heb je eerst, stel je je risk appetite vast. Ja, we hadden het net al eventjes over. Hè? Ja, ja. Vervolgens dan ga je de risico's in kaart brengen. Dus je gaat identificeren van welk risico jouw instelling loopt. Dus welke integriteitsrisico's zich kunnen voordoen. Aan de hand van die integriteitsrisicocategorieën die je eerder noemde, die 10. Precies, precies. Vervolgens, als je die risico's hebt geïdentificeerd, dan wil je eigenlijk het netto risico bepalen. Dus stel je hebt helemaal geen beheersmaatregelen. Wacht even, voordat we naar die stap gaan. Je bedenkt welke risico's je organisatie loopt. Kun je een voorbeeld noemen van wat voor risico je dan formuleert? Bijvoorbeeld op het gebied van witwassen. Dat hangt heel erg eigenlijk van de instelling af wat een risicoscenario is. Wat wel handig is om te kijken naar je, als je kijkt naar een risicoscenario, is om een bepaalde structuur aan te houden. Dus dat is eigenlijk cause, event, consequence. Dus de oorzaak, de gebeurtenis en het gevolg. Dat moet in een scenario staan, drie onderdelen. Dat zou handig zijn bij het opstellen van jouw scenario. Dus als je zegt van, als instelling zijn we betrokken bij het faciliteren van witwassen door klanten die cashgeld storten en vervolgens een overboeking doen naar een hoog risico jurisdictie. Dus dat zou een verschijningsvorm van witwassen kunnen zijn. Maar dan heb je de cause eigenlijk beschreven, maar nog niet de consequence, toch? De consequence, dat hoort bij de opzet. Die zou voor meerdere scenario's hetzelfde kunnen zijn. Dus dat kan in jouw impact ratings terugkomen. Okay. Maar wat wel dus belangrijk is, is dat je de oorzaak vastlegt. Want als je vervolgens gaat kijken van welke beheersmaatregelen zijn er nou van toepassing, is het wel relevant om te weten of bijvoorbeeld jouw oorzaak ligt aan een bepaald systeem wat faalt of wat er niet is. Of omdat jij medewerkers hebt die samenspannen met een crimineel. Of omdat er onvoldoende kennis en kunde is binnen een instelling. Want die maatregelen die kunnen heel anders zijn. Dus als jij niet weet waardoor jij wordt blootgesteld aan witwassen, zullen jouw beheersmaatregelen ook nooit specifiek kunnen zijn. Ja, dus dat is belangrijk om daar zo concreet mogelijk over te zijn in je scenario's. Ja, als je beheersmaatregelen wil hebben die uiteindelijk het risico mitigeren. Ik denk dat het doel is. Ja, ja, precies. Ja. Hoe kom je aan die scenario's? Moet je die dan zelf gaan bedenken? Moet je voorzetjes geven aan mensen in workshops? Of ga je een vragenlijst uitzetten? Hoe doe je dat? Je moet die zelf bedenken. En dat is best wel lastig om te bedenken. Dus wat belangrijk is, is dat je die workshops goed voorbereidt. En dat kan bijvoorbeeld door het opstellen van risico-inzicht vooraf. Dus, en dat zou wel weer iets kunnen zijn wat compliance doet. Maar dat die gewoon, maar ook, niet alleen compliance, maar ook andere personen binnen de instelling met een specifiek expertisegebied, die gaan gewoon vanuit hun expertise kijken van hey, welk risico kan zich nou mogelijk voordoen. Het is ook belangrijk dat je daarbij kijkt bijvoorbeeld naar wat er is gezegd in de national en supranational risk assessments. Mm-hmm. Die worden door op EU-niveau vastgesteld voor de supranational risk assessment, maar ook op nationaal niveau. Dus dat is een document waarin al risico's naar voren komen, dus ter voorbereiding. Als ik Google op national risk assessment, vind ik hem. Ja, okay. Dat verwacht ik wel. Kan nog toevoegen of witwassen of terrorismefinanciering. Dat maakt het nog wat makkelijker vindbaar.
Dus je kan die workshops voorbereiden dus door al naar nationale en internationale documenten te kijken waarin risico's zich hebben geïdentificeerd. Of van mensen op een specifiek expertisegebied vooraf even te bevragen welke risico's zie je. Wat ook heel erg helpt, is om een proces in stukjes te knippen. Dus ik heb wel eens een CIRA-workshop bij een verzekeraar gefaciliteerd. Dus dan beginnen we bij een klant dient een claim in. Wat kan er nou misgaan in het claimsproces? Of we doen de uitbetaling. Wat kan er nou misgaan bij de uitbetaling? Ja, dan ga je een soort van de levenscyclus van de klant gewoon stapsgewijs door. Precies. Okay. Voor al die zaken is het dus eigenlijk weer jouw organisatieprofiel heel belangrijk. Van welke producten en diensten lever je nou? En wat doe je nou als je dat product en diensten? Daar ga je dan die 10 risicocategorieën tegenaan houden. Ja, je zou die 10 tegenaan kunnen houden. Je kan ook kijken van welk risico is nou relevant voor dit stapje in het proces. Dus het kan zijn dat er bij een bepaalde processtap niet het risico belangenconflicten speelt. Hoeveel aandacht besteed jij aan het uitleggen van de verschillende integriteitsrisico's als je zo'n soort workshop houdt? Eerlijk gezegd, de meeste die we hebben wel een globaal beeld. Dus het is meer hoe het zich kan voordoen. En dat, dan komen we eigenlijk weer terug bij die eerdere vraag van dat de business owner of de eigenaar van het risico, degene die het dagelijkse werk doet, dat het beste kan identificeren. Ja. Die moet wel beseffen wat die risico's inhouden. Wat witwassen is bijvoorbeeld ook, maar ook dat heeft niet iedereen een goede grondige kennis van om de risico goed in te schatten, lijkt mij. Maar je zegt dat het in de praktijk wel meevalt. Nou, over het algemeen weten mensen wel van dat witwassen legaal maken eigenlijk van illegaal verkregen vermogen is. En dat dat op verschillende manieren kan gebeuren. Wat lastiger is, is hoe. Ja. Wat is nou de verschijningsvorm van witwassen? Hoe kan het zich? Vaak moeilijk voorstelbaar. Precies, dus dat is lastig. Ja. Maar dat kan ik ook niet 1, 2, 3 uitleggen zonder de organisatie te kennen. Nee. Ja. Als je daar dan goed over nagedacht hebt, wat is dan je volgende stap? Want dan gaan we verder naar de stappen van de CIRA. Je hebt die scenario's uitgewerkt en dan? Dan ga je vervolgens bepalen wat de likelihood en impact van het scenario is zonder de beheersmaatregelen. Dus eigenlijk is het jouw netto risicoscore. Ja. En met likelihood moet ik dus voorstellen de kans dat het scenario zich voordoet. De waarschijnlijkheid inderdaad dat het scenario zich voordoet. Op wat voor manier zou je dat moeten scoren in jouw ogen? Is dat laag, midden, hoog? Of is dat 2 keer per jaar? Of hoe score je dat? Ja, er zijn verschillende manieren. Je kan in ieder geval, is het handig om in je methodologie alvast uiteen te zetten welke schaal je gebruikt. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, ik gebruik een 3-punt schaal. Dus dan heb je dus inderdaad laag, midden, hoog. Maar je kan ook een 4 of een 5-punt schaal gebruiken. En in je omschrijving, dan leg je eigenlijk uit, nou, voor mij betekent een 1 heel onwaarschijnlijk. Dus dat is 1 keer per 5 jaar. En een 5 betekent waarschijnlijk, en dat is 2 keer per jaar. Ik noem maar wat. Maar zo maar kan je dat. Als je in ieder geval maar een schaal gebruikt. Precies. Ja. En dat stel je dan ook samen in een workshop vast. We scoren hem op 3, bijvoorbeeld. Wat je zou kunnen doen, en dat is eigenlijk de tool waar ik over begon. Ja. Die biedt een workflow om scenario's te scoren. Dus als jij zegt van, ik wil dat verschillende personen nu binnen de instelling de CIRA afleggen, dan kan jij de scenario's scoren. Dat kan ook in een Excel overigens. Je kan dus aan verschillende mensen vragen om de scenario's die aan hen zijn toegewezen te scoren. En dan stuur je dat rond als een soort vragenlijstje per e-mail of zo. Ja, je zou het per e-mail kunnen toezenden of je kan dus een taak aan iemand toewijzen en dan krijgt hij een automatische mail. Nou, dan vul je die scores in. Okay. Dan kan je kiezen wat je daarmee doet. Dus stel dat je iedereen die heeft ingevuld, dan kan je zeggen van, wat is de gemiddelde score? Of je kan de risicoscores gaan bespreken en dan kan je vooral je aandacht besteden aan de outliers. Dus waar weken mensen nou heel erg af? En dan ga je dan het gesprek over aan van, jij hebt dit gescoord. Ja. En iemand anders iets heel anders. Wat zit daar nu achter? En ook die gesprekken, die kunnen weer eigenlijk leiden tot aanvullende risico's. Maar ook tot meer risk awareness van de medewerkers. Want die krijgen risico's te horen waarvan zij eigenlijk niet op die manier naar hadden gekeken. Dus bijvoorbeeld iemand die het heel laag heeft ingeschat en heel hoog. Dan kom je tijdens zo'n discussie erachter van, oh, had jij het zo gelezen? Nee, ik had het zo gezien. En dan heb je nog een scenario voor je CIRA. Leuke bijvangst van het proces precies, zelf al. Precies, want dat was het lastige. Ja,
Dan hebben we impact en likelihood gescoord. En dan? Nou, dan vervolgens ga je kijken welke beheersmaatregelen je hebt om die risico's te mitigeren. Dus wat kan je nou doen om de, ja, of wat heb je eigenlijk gedaan om ervoor te zorgen dat dat risico, de likelihood en de impact eigenlijk minder worden? Dus je gaat kijken van, nou, wat heb ik aan beleid en procedures? Krijgt mijn personeel training? Hoe is het gesteld met cultuur en gedrag binnen de organisatie? Ja, systemen ook. Ja. Systemen, heel belangrijk. Transactiemonitoring systeem, sanctiescreening, specifieke business rules. Want het is natuurlijk niet alleen het systeem, maar ook wat staat er nou in dat systeem. Komt daar dan ook de rol van die control owner om de hoek kijken? Want die zal ook moeten vaststellen of als je denkt, ja, met deze control, met bijvoorbeeld dit systeem, mitigeren we het risico voldoende? Dat moet dan ook wel vastgesteld worden, neem ik aan. Want dat mag niet bij een inschatting alleen blijven. Ja, dus nadat je de beheersmaatregelen in kaart hebt gebracht, dan ga je kijken van, nou, wat is nu de effectiviteit van de beheersmaatregelen? En ook hier kan je weer in je methode een schaal voor gebruiken. Dus je kan zeggen van, nou ja, 1 is niet bestaand en 2 is wel bestaand, maar niet effectief. 3 is gemiddeld effectief en 4 is heel effectief. Mm-hmm. Dus je kan een score geven aan jouw beheersmaatregel. En het beste is dat je die score ook kan onderbouwen met resultaten van bijvoorbeeld compliance monitoring of bepaalde testresultaten op die control. Of misschien heeft internal audit wel een keer wat gezegd over het falen of het al dan niet falen van die control. Ja, oké. En dan hebben we dat. En dan? Ja, dus op basis van de effectiviteit van die beheersmaatregelen, dan bepaal je eigenlijk wat het netto risico is. Volgens mij zei ik net netto risico, terwijl we nog bij de bruto risico's waren. Maar het netto risico, dat komt pas aan de orde op het moment dat je de effectiviteit van je beheersmaatregelen hebt bepaald. Ja. Dus dat is eigenlijk het restrisico. Dus welk risico blijft er nou over? Dus je hebt je inherente risico's, dat is je bruto. Ja. Dan heb je je beheersmaatregelen, die hebben een bepaalde effectiviteit. En dat resulteert dan in jouw netto risico. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik heb op cybercrime een heel hoog risico inherent, want de kans dat ooit Noord-Korea onze systemen hackt of probeert te hacken is groot. Maar daar hebben we dan allerlei firewalls en weet ik veel allemaal in place en daardoor is het netto risico acceptabel. Vertel ik het zo goed? Ja, nou eigenlijk is het een goede samenvatting. Wat vaak gebeurt is dat nog niet de beheersmaatregelen helemaal zijn toegespitst op het risico. Dus het kan zijn dat een beheersmaatregel kan wel effectief zijn, maar als die niet is toegespitst, niet bij jouw risico hoort. Om een heel simpel voorbeeld te geven, als je risico op witwassen hebt, dan kan je zeggen van, nou ja, we hebben een klantacceptatiebeleid. Klanten moeten het hele KYC-proces doorlopen en we hebben mensen die dat allemaal reviewen voordat een klant wordt geaccepteerd. Maar stel dat jij bij jouw witwasrisico zegt van, we geven training op het gebied van belangenverstrengeling. Dan kan jij een supergoede training hebben op het gebied van belangenverstrengeling, maar mitigeert niet jouw risico op witwassen. Het is wel scherp in de gaten houden of het de genoemde maatregel werkelijk het risico mitigeert. Precies. De effectiviteit moet je eigenlijk naar twee dingen kijken. Is die beheersmaatregel nou effectief en kan ik dat onderbouwen met bijvoorbeeld bepaalde testresultaten? Mm-hmm. 2, of is de beheersmaatregel effectief om dit specifieke risico aan te passen? Dan heb je een lijstje met netto risico's voor die verschillende scenario's. Zijn we er dan? Dan ga je kijken of die netto risico's binnen die risk appetite passen die je hebt vastgesteld. Dan rolt eruit, nou, er is best een risico dat Noord-Korea onze systemen hackt. En dan, hoe vergelijk je dat dan met je risk appetite? Er zijn eigenlijk verschillende acties die je kan hebben op basis van jouw SIRA. Je kan zeggen van, nou, ik accepteer het risico. Dus dan zeg je eigenlijk, deze past binnen mijn risk appetite. Okay. Je kan zeggen, ik wil het risico verder mitigeren. Mm-hmm. Je kan zeggen, ik wil dit risico overdragen. Mm-hmm. Dus het eenvoudigste voorbeeld daarvan is, als wij een verzekering afsluiten, dus wij betalen een premie en daarmee dragen we een risico op bepaalde schade over aan een verzekeraar. Ja, ja. Of je kan het helemaal vermijden. Dus je zegt, ik ga afscheid nemen van deze klant of van dit risico, van dit product. Ja, ja, dat zijn de 4 smaken. Dat zijn de 4 smaken, hoe je kan reageren op jouw restrisico's. Juist. Maar als jij een methodologie hebt, dus laten we zeggen, je hanteert een 5-punt schaal voor likelihood en een 5-punt schaal voor impact.
Dus die vermenigvuldig je met elkaar. Dus stel dat jouw risico een likelihood van 5 heeft en een impact van 5, dan is je eindscore 25. Nou, dat is de hoogste score mogelijk op jouw 5.5 schaal. Je kan ook zeggen, ik vind alle restscores boven de 15, die wil ik sowieso verder mitigeren. Ja. Dus dan kan jij zelf alvast snel door je SIRA heen gaan en kijken van, oh, dit viel allemaal boven de 15. Nou, dan gaan we hier maatregelen voor bedenken. Ja, maar die 15 is dan de waarde die je in je risk appetite dus opneemt. Begrijp ik dat goed? Precies. Ja. We hebben al enkele uitdagingen besproken bij het opstellen van een SIRA. Maar als je nou over het geheel terugdenkt, wat zijn nou de meest opvallende uitdagingen waar je tegenaan loopt? De grootste uitdaging die ik zie is de beschikbaarheid van data. Als die data er is, om die mooi goed inzichtelijk te maken. Data van hoe vaak een bepaald probleem voorkomt, bedoel je? Waar zijn mijn klanten actief? Naar welke landen hebben ze transacties? Oh, in de voorbereidingsfase al. Precies. Dus ja, ja. De datakwaliteit, ja. Die kan vaak beter. Okay. En tuurlijk, instellingen hebben veelal inzicht in die data, maar om dat duidelijk inzichtelijk te maken in de SIRA, dat is nog een uitdaging. Dat bemoeilijkt ook goede scenario's formuleren. Ja, als dat niet goed inzichtelijk is, dan is het lastig om goede scenario's te formuleren. Ja, ja, dat klopt. Had je nog andere uitdagingen die je zou willen bespreken? Dus het beoordelen van de effectiviteit van beheersmaatregelen. Dus dit gebeurt vaak nog subjectief. Dus niet op basis van echte toetsing van de effectiviteit. Ja. Mm-hmm. Ook een uitdaging is dat het breed wordt gedragen binnen de instelling. Dus niet één persoon die echt eraan trekt, maar echt dat de mensen meedoen met het identificeren van risico's, ook het belang daarvan inzien. Mm-hmm. Een andere uitdaging is het vertalen van de resultaten van de SIRA naar beleid en procedures. Dus eigenlijk is dat een stukje van hoe hou je nu die SIRA levend? Dus niet één exercitie omdat het moet van de wetgever, maar echt van, hé, dit zijn mijn risico's en we gaan nu effectief ons beleid hierop inrichten. Speel jij er wel eens een rol in om te proberen mensen zover te krijgen dat ze het belang van de SIRA inzien en dat ze daar graag een bijdrage aan leveren? Ja, zeker, omdat ik daar ook echt van overtuigd ben. Dus ik denk ook echt dat op wat voor manier overtuig je ze dan? Het kan helpen. Als jij zicht hebt op je risico, dan ben je gericht bezig. Dus dan kan je gericht een keuze maken van dit doe ik wel en dat doe ik niet. En dan ben je ook niet onnodig allemaal beheersmaatregelen aan het uitvoeren die helemaal niet op jouw risico van toepassing zijn, maar omdat je denkt dat je een beheersmaatregel moet hebben. Ik ben overtuigd. Nou, dat is mooi. Andere uitdagingen nog? Monitoren van de risico's en de acties. Oeh. Dus ook de SIRA nog voor het concreet vertalen, als er restrisico's zijn, maak een actieplan. Wat ga je doen om ervoor te zorgen dat die restrisico's zijn gemitigeerd? Voor welke datum ga je dat doen? En wie is daarvoor verantwoordelijk? Dus vooral die laatste twee, die due date en die eigenaar, die ontbreken nog vaak. Ja. En vervolgens wil je ook monitoring, dat die acties daadwerkelijk worden gedaan. Dus niet dat één keer aanwijzen, maar ook kijken van, heb jij nou je actie opgevolgd? Ja. En daarover rapporteren aan het bestuur bijvoorbeeld. Ja. Nu jij ze noemt, ik herken ze. Ik vind het ook vaak lastig om vast te stellen dat we echt alle scenario's hebben. Op een gegeven moment heb je een lijstje en dat lijstje kan ook gewoon enorm ontploffen, want dan verzin je er 50 bij of zo. Maar heb je nou aan alles gedacht? Hoe check je dat? Nou, ik zou in ieder geval dat je de scenario's die je hebt naast jouw organisatieschets leggen en naast de internationale guidance, nieuwsartikelen, eigenlijk de risico-inzichten die je in de voorbereiding van de workshops had kunnen maken. Dus zijn er nog dingen geïdentificeerd in internationale of nationale publicaties die nu niet in mijn SIRA zitten, maar die wel van toepassing zijn op mijn organisatie? Dat is een goede tip, ja. En twee, ik heb van tevoren inzicht gemaakt in alle producten en diensten die ik lever, in de business lines die ik heb, in de type klanten die ik heb. Dan zou ik op zijn minst wel ook scenario's verwachten die dan toezien op wat je daar hebt gezegd. Ja, dus de voorbereiding helpt je ook om te zien of je compleet bent of niet. Precies. Ja. Je was wel door je uitdaging heen, toch? Of heb je er nog een? Nou, ik heb nog een uitdaging. Kijk, oh jee. Ik hoop dat mensen niet gedemotiveerd worden. Dit zijn al de hoofduitdagingen. Dus. Oké, dan hebben we een voorbereid mens stelt voor twee, ja? Nou, wat belangrijk is, is ook het monitoren van je risico's. Dus daarvoor kan je key risk indicators opstellen en key control indicators. Mm-hmm. Dus eigenlijk is jouw key risk indicator is een
waarde die weergeeft dat jouw proces mis zou kunnen gaan. Dat was de... Key risk indicator. Dus okay. Het is een waarde die aangeeft dat je proces mis zou kunnen gaan. Dus een heel simpel voorbeeld van een key risk indicator is jouw benzinemeter in de auto. Dus als het lampje gaat branden, dan kan het misgaan als je geen actie onderneemt. Want als je niet gaat tanken, dan kom je stil te staan langs de weg. Dus dat is belangrijk om te weten. Dus ook bijvoorbeeld als je dus inzicht hebt in je data en je zegt van nou, ik wil maximaal zoveel hoog risico klanten. En als het in dit grijze gebied zit, dan ga ik acties ondernemen. Dus dan wil ik verdere beheersmaatregelen of misschien afscheid nemen van bepaalde klanten. Of... Dus ook hier is goede data weer key. Precies, ja. En jouw key control indicator, dat is een waarde die aangeeft dat er wat mis is met jouw beheersmaatregel. Okay. En een voorbeeld daarvan, om het in het autovoorbeeld te houden, dat is als het lampje van jouw rem gaat branden. Dus dat is een indicatie dat je rem het niet doet. Dan wil je wel meteen actie ondernemen, want als je niet kan remmen dan... Ja, goede voorbeelden ook. Ja. Merk je dat er rekening wordt gehouden met uitzonderlijke scenario's nu? Nu we bijvoorbeeld hebben meegemaakt dat er zomaar een pandemie de hele wereld plat kan leggen? Of gaan mensen nog steeds in scenario's uit van dingen die erger voor de hand liggen? Nou, het zou wel goed zijn als ze de SIRA aanpassen op basis van de actuele risico's. Dus inderdaad een pandemie of hot topics zoals ESG of data privacy. Dus dat soort dingen. Ja, het is zeker relevant om dat mee te nemen in je SIRA. Ja, want corona, zou je dat ergens scharen onder een integriteitsrisico? Ik denk het eigenlijk niet, maar... Nou, niet als risicocategorie, maar je kan wel onder andere bijvoorbeeld maatschappelijke betamelijkheid. Als jij bepaald gedrag niet van medewerkers wenst en er kan een risico zijn dat zij door thuiswerken bepaald gedrag vertonen. Ik geef een voorbeeld, het is lekker weer en mensen gaan in de tuin bellen en op hun laptop zitten en dan vertrouwelijke klant dingen bespreken die de buren kunnen horen. Dat zou een integriteitsrisico kunnen zijn. Ja. En ik kan me ook aan corona gerelateerd voorstellen dat... het een integriteitsrisico is dat je klanten vaker een misbruik van coronasteun maken bijvoorbeeld. En dat je daar extra op let. Ja, zeker. Ja. Nou hebben we al die scores op de kans dat het risico zich voordoet. En de impact hebben we kort besproken. Maar hoe kom je nou tot een goed doordachte score die echt meetbaar is bijvoorbeeld? Ja, nou wat belangrijk is dat je een serieuze inschatting maakt. En dat kan je goed doen door te kijken naar historische data en naar incidenten. Dus hebben zich al incidenten op dit gebied binnen de instelling voorgedaan? Daarnaast had ik net ook al even benoemd, je kan het door verschillende mensen laten invullen. En dan kan je bespreken wat de verschillende scores waren en dan tot een gezamenlijke risicoscore komen. Mm-hmm. En wat ook belangrijk is kijk kritisch naar je eigen SIRA. Dus wat nog vaak voorkomt, is dat vergelijkbare risico's totaal anders worden gescoord. Of dat vergelijkbare risico's met vergelijkbare controls ook een hele andere score hebben. Ja, dus je doet, als je klaar bent met je SIRA in eerste instantie, doe je ook nog even een consistentiescheck. Van klopt het nou allemaal wat we hebben geproduceerd? Klopt het nu? Ja, dat is wel... En is het logisch? Is het nu logisch dat dit hoger is... dat deze score hoger is dan deze score. We hebben nu de stappen van het uitvoeren van een SIRA besproken. Dan is die klaar. Wat moet er dan gebeuren? Nou, dan is het belangrijk dat de SIRA wordt goedgekeurd door het bestuur van de instelling. Die draagt uiteindelijk de verantwoordelijkheid ook hiervoor, voor de gehele SIRA. En het is uiteraard belangrijk dat de resultaten van de SIRA worden vertaald naar beleid, maatregelen en procedures. En er moet een concreet actieplan komen, waar we het ook al even over hadden met eigenaren en due dates. Ja, nee, dat hebben we inderdaad al wel besproken. Welke mogelijkheden bieden de uitkomsten van SIRA voor het trainen van collega's? Nou, de SIRA die kan juist bijdragen aan een effectief trainingsprogramma. Dus als jij zicht hebt op welke risico's er spelen, wat er leeft binnen jouw instelling, kan je je trainingsprogramma daarop toespitsen. Want je wil wel dat medewerkers ook weten hoe zij met een bepaald risico moeten omgaan. En dat kan je weer adresseren in jouw training. Ja. Heb je nog tips voor het levend houden van die SIRA, als die eenmaal uitgevoerd is? Hoe je de SIRA levend kan houden is eigenlijk door hem echt te gebruiken. Niet alleen, ja, ik moest dit doen van de wet en regelgeving, nu is hij af, ik leg hem in de la. Maar gebruik het als uitgangspunt echt voor het formuleren van je beleid. Welke risico's zie je nu in de SIRA en heb ik die wel afgedekt in mijn klantacceptatieprocedure? Komen relevante risicoscenario's zijn die doorvertaald naar business rules?
Zijn er relevante risico's waar mijn medewerkers getraind moeten worden op hoe ze daarmee om moeten gaan? De SIRA is niet een geheim document ook. Er is geen reden om hem niet te verspreiden intern. Nee, absoluut niet. Het is juist de bedoeling dat deze breed bekend is. Want juist als je al eerder het risico hebt doorleefd, als je erover na hebt gedacht, dan kan je beter handelen op het moment dat het risico zich daadwerkelijk voordoet. Want je hebt het al een keer gezien en je hebt er al een keer over nagedacht. Als je nou kijkt naar de SIRA's waarbij jij betrokken bent geweest, heb je daar al wel eens feedback op gehad van DNB? Nee. Niet? Daar had ik nog zo'n leuke vraag over, maar zullen we die er maar achterwege laten? Nee, maar ik heb alleen feedback voor dus DNB komt, dus dan geven wij advies. Hoe bedoel je voor dat? Dus DNB heeft een brief gestuurd met bevindingen. Ja, onder en dan, andere op de SIRA. En dan haken wij aan. Maar achteraf, als DNB het goed vindt, krijg je niet nog een terugkoppeling. Nu is je SIRA geweldig. Nee. Of wij zijn als KPMG al uit beeld op het moment dat het verder. Want wij ronden de opdracht af en dan sturen ze naar DNB. Daar gaat maanden overheen. Maar dan vind ik het wel boeiend om te weten waar DNB dan het vaakste SIRA's die er bestaan op afkeurt. Wat ik heel veel zie, dat is de dataschets. Die ontbreekt helemaal, of die is niet gedetailleerd genoeg, niet helder in kaart gebracht. Ja, die voorbereiding weer. En daarmee krijg je ook de volgende opmerking, dat de risicoscenario's onvoldoende specifiek zijn. Mm-hmm. Of onvoldoende diepgang hebben. Mm-hmm. Wat ik ook terug heb zien komen, is dat risicoscenario's niet vanuit verschillende invalshoeken zijn belicht. Dus je kan kijken naar een overtreding van wet en regelgeving. Maar je kan ook kijken naar maatschappelijke onbetamelijkheid. Dus wat zijn nou in het maatschappelijk verkeer ongewenste handelingen. Die kunnen mogelijk reputatieschade opleveren. Dus iets wat je niet wil, maar wat niet letterlijk bij wet is verboden. Maar misschien wel in de geest van de wet is verboden. Ja, als je op die manier niet de SIRA benadert, dan zit je ernaast eigenlijk. Het is goed om te kijken naar welke verschillende invalshoeken heb je van een bepaald risico. Mm-hmm. Daarnaast is de beoordeling van risico's en beheersmaatregelen vaak te subjectief. En wat ik net ook al even zei, soms ook helemaal voor hetzelfde risico een hele andere score. Of voor eenzelfde beheersmaatregel een andere score. Op dat detailniveau kijken ze ook? Op dat detailniveau wordt wel gekeken, ja. Maar meer ook omdat dat ook, denk ik, een indicatie is dat de toekenning van het risico heel subjectief heeft plaatsgevonden. En daarmee onbetrouwbaar eigenlijk. Precies, ja. Wat ik de laatste tijd ook veel zie terugkomen is de risk appetite is niet specifiek genoeg. Dus er wordt soms gezegd, we hebben low appetite voor witwassen. Ja, wat betekent low? Dat is onvoldoende, ja. Oké. En het commentaar is dan gewoon, dat is onvoldoende, werk het verder uit. Of geven ze ook aanwijzingen, dit willen we daaraan aangepast zien? Ze geven niet direct aanwijzingen wat specifiek aangepast moet worden, maar de bevinding is wel uitgebreider dan dit is onvoldoende. Dus we maken wel echt concreet met voorbeelden wat dan onvoldoende is. Ja. Volgens mij komen we een beetje aan het einde van deze podcast. Ik zou nog graag ten eerste willen weten welke ontwikkelingen verwacht je nog en op welke termijn op het vlak van de SIRA en risicoanalyses. En daarna gaan we nog hebben over je tip voor de luisteraar. Op korte termijn meer data gedreven. Dus beter inzicht in de data, maar ook gewoon als er verschuivingen in de data plaatsvinden, dat een event trigger is om de SIRA opnieuw uit te voeren. Daarnaast ook digitalisering van het proces. Dus hoe kan je nou dat SIRA-proces efficiënter doorlopen? Dus niet de onwerkbare Excels, maar een procesflow, een dashboard met jouw resultaten van de SIRA. De resultaten van control testing, dat die gelinkt worden aan de SIRA. Dus dat vindt vaak al plaats, maar is nog niet een expliciete link. En ook wat ik verwacht is verbreding naar andere sectoren. Dus er is al een wettelijke eis voor specifieke instellingen. Maar op het moment dat de SIRA echt als een tool gezien wordt voor de effectieve en efficiënte inzet van mensen en middelen, die ook richting kan geven aan het behalen van je strategie. Ja, als dat belang ervan wordt ingezien, dan hebben ook echt andere sectoren hier ook baat bij. Net eigenlijk als wat je doet met financiële risico's. Dus daarvan breng je ook in kaart als jij een bepaalde markt wilt aanboren. Dan ga je ook kijken van wat verwacht ik daarmee te verdienen en wat zijn de kosten. En integriteitsrisico's, dat is ook onderdeel van de kosten. Ja. Oké, duidelijk. Dankjewel. En aanhakend op de titel van de podcast zou ik je tenslotte natuurlijk nog willen vragen. Wat is jouw advies voor de luisteraar?
Mijn advies is als je verandering wil bewerkstelligen, bijvoorbeeld binnen een organisatie, kijk dan waar je zelf kan beginnen. Wat kan jij wijzigen in jouw gedrag, wat weer een effect kan hebben op anderen? Want als je doet hoe je het altijd deed, dan krijg je misschien ook altijd dezelfde resultaten. Maar als je kijkt van, wat kan ik veranderen? Hoe kan ik een steentje bijdragen? Dan kan je misschien iets bijdragen aan het in gang zetten van verandering. Begin bij jezelf. Nou, zo is het. Heel hartelijk bedankt, Evelyn. Het was een heel prettig gesprek. Ik ben stukken meer te weten gekomen over de Sira. En ik wens je nog heel veel succes in de toekomst. Dankjewel. Leuk om hier bij jou aan tafel te zitten. Dank dat je luisterde naar Compliance Adviseert. Heb je met plezier geluisterd? Volg dan op LinkedIn de pagina van Compliance Adviseert. En kijk even op onze website complianceadviseert.nl. Laat daar meteen even je e-mailadres achter, zodat je een update ontvangt in je mailbox zodra er weer een aflevering klaarstaat om te beluisteren. Heb je een vraag of aanvulling? Laat dan ook even een reactie achter op de LinkedIn-pagina of de contactpagina op onze website. Ik zal het met plezier lezen en wellicht kunnen we op die manier nog meer compliance-kennis delen. Heel graag tot de volgende podcast.